Nu staat er één verdwaald tentje. Maar misschien staat het binnenkort wel vol met kampeerders op dit terrein aan de Zoete Inval. Want Stichting Braak wil het gebied gaan gebruiken voor een stadscamping. Volgens mij is daar een vraag naar, absoluut. Als je kijkt hoe dat bijvoorbeeld de Roodharige Dag de camping op Belcombe Beach bezocht werd. Waren daar hele positieve berichten over. Daarom zou er een vaste plek moeten komen waar kampeerders terecht kunnen. En volgens Braak is dit de ideale locatie. Een locatie dicht bij het centrum van Breda, voor bezoekers aan Breda, toeristen aan Breda. Hoofdzakelijk gelinkt aan weekendbezoek of aan toeristische evenementen hier in Breda. Hoe de camping er precies uit moet gaan zien, staat nog niet helemaal vast. Er zijn gesprekken gaande om te kijken hoe dat we het in willen gaan vullen. Het wordt geen normale toeristische camping. Dus het is niet zo dat ieder plaatsje een eigen elektriciteitsvoorziening heeft. Er worden geen plaatsjes van 10 bij 10 meter gemaakt. Wat normaal is op een toeristische locatie. Je moet het echt gewoon zien als evenementencamping. En het is dus ook de bedoeling dat kampeerders hooguit een paar dagen blijven. Het is niet zo dat je hier een jaarplaats kan gaan organiseren of kan regelen. Het is puur een paar dagen bezoek. Aan Breda, gelinkt aan bijvoorbeeld een evenement. Volgens Stichting Braak zijn de plannen snel te realiseren, omdat de gemeente gewoon eigenaar van de grond blijft. Hetzelfde constructie eigenlijk als Belcombe Beach. De grond blijft gewoon eigendom van de gemeente. Wij proberen daar een tijdelijke invulling aan te geven. En zodat de gemeente andere plannen heeft met de grond, zal de stadscamping een andere locatie moeten zoeken. Uiteraard moet Braak nu wel eerst toestemming krijgen van de gemeente. Wat ik begrepen heb is dat daar in ieder geval positieve reacties zijn. Op dit moment zijn de vragen in ieder geval gesteld door de SP en door Leefbaar Breda. Maar wat ik al zei, een heleboel of bijna alle partijen zijn positief over een stadscamping van Breda. En mocht de locatie een probleem zijn, dan kan deze kampeerder zijn tentje vast wel ergens anders opzetten. Er ligt op dit moment net zoveel grond braak als het centrum van Breda. Dus ik denk dat er voldoende locaties zijn voor een stadscamping.